We zijn er weer klaar voor. We gaan zo meteen. Ik sta in een heel vervelend licht. Jullie zien mij slecht. Jordi staat daar. Zwaai eens even. We gaan richting Baarle zo. Omdat het Halloween is. En dan hebben ze altijd leuke kortingen. Maar ook, wat ze dan ook hebben, is gewoon heel veel gezelligheid. Dus het is super druk altijd in Baarle met Halloween. Ik was vorig jaar ook al gegaan. Hoe dit jaar is vanwege corona. Ja, precies. Hoe moet je met een mondkapje naar binnen? Ja, dat moest sowieso al trouwens in België. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. We gaan even checken wat die prijzen zijn, hoe druk het is. Ja, jongens. Steken maar aan. Eerst zitten we even te eten. Bij het bekende schoolpleintje. Hey, het licht staat wel mooi zo, man. Ja, je moet wel de coronatijd de restaurants dicht zijn. Ja, wat de hel gewoon. Nou, in ieder geval, we gaan zo richting Baarle. Nou, we zijn nog geen seconde onderweg, jongens. Kijk, komt alweer naar ons toe, hoor. Nee, ja. Ja, meneer de agent. Zeg, wil je het raampje naar beneden? Wat gaan jullie doen? Vuurwerk halen? Goed, zo. Volgende stukje waar we doen. Ja, wat een drama. Er is ook weer gigantisch veel aan de hand. Ja, ik zei toch dat brandweer was gehoord? Jij met je ambulance. Oh ja, man. Er staat hier misschien wel wat in de fik, hè? Is er nou weer gebeurd dan? Ja, maar waarom rijden auto's zo zacht, man? Zo. Nee, maar wat is er? Kettingbotsing, man. Zo, wat dit? Kettingbotsing. Het duurt nog wel even dus, voordat we in Baarle zijn, vanwege alle... Nou jongens, één... Ja, oh ja, wat was er net gebeurd? Je zag het in het nieuws, hè? In Delft. Oh ja, er was een man neergestoken. Echt net 25 minuten voordat wij er langs reden. Ja, gewoon echt gewoon een zieke plas bloed zagen we in het nieuws. Dus daar is ook weer veel aan de hand, man. Misschien belooft het wat voor straks. Ja. Allemaal grenscontroles bij Baarle. Ja, ik hoop het, man. We gaan zien. Ja, het is altijd lach om te filmen, want wij gaan niks halen natuurlijk. De grens hier op de grond, zoals jullie kunnen zien, Nederland en België. Laat me lopen. Nederland en België. Ik zeg eerlijk, andere jaren was het veel drukker en was deze straat zelfs afgezet. En had je allemaal dingen voor Halloween en zo. Ja, zeg nog maar niks voordat er daar ineens een rij van 30 meter buiten staat. Ja, ik was vorige week in, hoor. Zien jullie binnenkort. En toen stond de rij bij de Pyroshop buiten. Ja, let op, zometeen om de hoek hier. Zo. Nee. Nee. Staat er eens 30 man of zo, moet drangen. Ja, ja. Kan gewoon, hè? Of van die hekken, weet je wel. Dat was vorige week wel, nu niet. Kijk, niks. Heel raar, man. Ja, man. Ze zeggen, gaan even kijken. Dit is Halloween hier in Baarle. En nou moet ik ook even zeiken, jongen. Een paar dagen geleden zag je ook heel veel berichten dat er veel meer controles zijn. Ja, de enige politie die we hebben gezien, die was bij dat ongeluk. Nou, dit is ook leuk, jongens. De Sena dadelijk ook dicht, moet je kijken, de Pyro Shop, gewoon dicht. Hè? Gek, man. Hey, niet zo hard, man. Mondkapjes op. En deze is wel open. Veel rustiger dan vorig jaar. Laten we maar naar binnen gaan. Ja? Dan moet je hier in de dikke pijp, is het uit. Nou, zoals jullie kunnen zien. Niet erg druk nog hier in de winkel. Mooie producten. Jordi met zijn mondkapje op. Ja. Ja, deze is mooi, man. Cloud Connected. Die staat hoog op de lijst voor dit jaar. Hey, welke pijlen wilde je nou halen? Kijk, deze is nog wel uit. Welke? Die eigenlijk. Welke? Die kleine ding. Oh ja. Zo. Laten we even een dikke mat over de toonbank. Ja, jammer hè, dat die HBF'jes weg zijn, hè. Dus vanaf maandag, alle vuurwinkels in België dicht. Hebben we net gehoord, vanwege corona. Dus wij zijn hier nog voor de laatste keer gelukkig. We gaan hier bij de bunker naar binnen. Ja, daar zijn we. Bij de bunker momenteel. Heel erg rustig, zoals jullie zien. Echt heel triest, want normaal gesproken is het hier helemaal vol. Deze hebben ze wel. Grote blokken. De Cloud Connected. Supernote. En de Tears from Heaven. Hier heb je dadelijk de knallers. Waaronder de bison. De mammoet. We hebben eigenlijk heel die lijn al gehad in video's.
Maar dat zien jullie binnenkort. Ja, man, zit er wat bij of niet? Dit wilde ik jullie net laten zien, maar er kwam een auto met een Nederlands kenteken. Moet je kijken hoe rustig het is. Ik vind het gewoon echt triest gewoon. Hey, kentekenprobleem kan je ook zo oplossen. Je kan ook gaan niet erop. Ja. Maar normaal gesproken met Halloween. We hebben het vorig jaar gezien. Het stond vol. Je kon niet eens ergens parkeren, man. Ja, heel die straat die verlicht, versierd en zo. Klopt. Geweldig, man. Maar dit is dus de laatste keer, jongens, dat we hier zijn. Waarschijnlijk van dit jaar. Want zoals we net ook al te horen hebben gekregen, ik doe die mondkapjes weer even af, want het mag buiten. Gijs zei al van Tabakotiek, 14 december mogen ze dus, hoe het er nu naar uitziet, weer open. Maar ze kunnen het zomaar verlengen. En als ze het verlengen, dan is het gewoon voor dit jaar klaar met vuurwerk hier in België. Hoe triest is dat? Dat zou fucking kut zijn. Ja, vooral voor die winkel. Die lopen zoveel omzet mis, joh. Heel die bunkers staan vol natuurlijk. Maar dat wist ik niet eens een maand. Nee, man. Ja, het is wel... Erg, hè? Maar ik dacht dat hij zei een maand. Ja. Maar toen zei hij 13 december. Ja, dat is 6 weken volgens mij. Ja, nou ja. We gaan snel weer even terug. Kijken of het wat minder druk is. Want wat er nu is hier in Baarle, qua Halloween... Dat kan je, dat, ja, dat moet je kijken. Pyroshop is dicht, loods is dicht. Loods is dicht, Pyroshop is dicht. En die andere loods ook al dicht zijn. Moet je kijken, niks hier zo. Het lijkt wel een lockdown hier, gek. Ja. En moet je kijken, ook dit is dicht. Loods. Nee, wat een jaar, jongens, ik zweer het je, echt waar. Het zal me niks verbazen als er bij ons ook maatregelen genomen worden. Laten we met z'n allen hopen dat dat niet het geval is. Even serieus? Desnoods gaan we naar Polen, gek. Zo'n vitrine wil ik thuis ook, man. Heerlijk. Ja, ik vind het wel leuk. We zijn weer bij de bunker. Dit bedoelde ik dus laatst. Tunnel Kings in de aanbieding hier in België. 40 voor 9 euro en dat zijn ook de Nederlandse. Red Bastards. Cool Bastards ook. Daar hebben we echt nog kartonnen van gehaald een paar jaar geleden. Cool Bastards, Red Bastards. Mooi lazy. Kijken niet kopen. We zijn weer onderweg richting Nederland. Het was wel een geslaagde trip eventjes, maar ik zeg eerlijk, toen we vorig jaar gingen, was het echt heel anders, man. Heel erg druk. Er waren ook overal feesten met Halloween en zo op die straten. Nu meer... helemaal niks. Nee, het was meer sfeer, hè, vorig jaar. Klopt. De straten waren leeg. Ja. We hebben helaas geen controle gezien. Nee, we wilden wel even controle zien voor de gein, omdat je natuurlijk een aantal dagen... Zelfs in Polen en zo, Tsjechië, we hebben een paar keer controle gezien daar. Ja. Maar ja, ze zetten ons helaas nooit aan de kant, dat is wel mooi voor de video. Ja, en we willen dat er wel een keer meemaken. Maar vooral naar aanleiding van dat nieuwsartikel van een paar dagen geleden, dat ze nu meer gaan handhaven langs de grenzen. Dacht ik van ja, dan wil ik het wel eens zien. Weet je wat het is? Ik ga al meer dan 10 jaar naar België en naar Duitsland. En ieder jaar merk ik op dat diezelfde nieuwsartikelen online komen. Meer controles, meer dit. Maar het klopt nooit. We zien nooit controles, weet je? Dus het is gewoon bizar. Wat ook bizar is, is dat toen we in België aankwamen. Toen was net de persconferentie in België afgelopen. En vanaf maandag gaan ze dus in een lockdown. Waardoor alle niet-essentiële winkels moeten sluiten. En dat houdt dus in dat alle vuurwerkwinkels dicht zijn vanaf komende maandag. Tot 14 december. En we spraken natuurlijk ook met Gijs van de Tabakotiek. En die zei ook van, we verwachten zomaar dat ze die 14 december ook maar eens kunnen gaan verlengen. Als die coronabesmettingen hetzelfde blijven daar. Dus we gaan het zien, man. Ik zeg je heel eerlijk, het wordt heel lastig nog. Vooral de Belgische winkels zijn dus nu dicht. Dus de Nederlandse overheid zal wel blij zijn. Want ik had wel echt verwacht dat er dit jaar een hele grote stroom richting België zou gaan. Omdat natuurlijk in Nederland die single shots verboden zijn vanaf 1 december. Knalvuurwerk en pijlen.
vuurpijlen. Toen dacht ik van ja, er wordt daar zo mee gestunden in België qua prijzen. Dat ik dacht van ja, dat gaat echt een flinke nieuwe stroom aan mensen trekken. Maar goed, de komende 6 weken dus niet. In ieder geval, wij zijn gelukkig op tijd geweest met alle video's opnemen. Dus binnenkort gaan jullie nog heel veel zien. Maar dan weten jullie in ieder geval dat het is opgenomen voor de lockdown in België. En lockdown in andere landen. Dat komt er nog allemaal aan. Dus morgen weer een video, jongens. Stookvideo. En dan zie ik jullie weer morgen bij een nieuwe video om 12 uur. Dus...